Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. De regering plaatst order voor COVID-19 medicijn uit Cuba. Amzat Abdul gaat nader in op valutawet. Terugblik op 1 jaar printhuis Suriname. En wat kunt u zelf doen om COVID-19 te voorkomen? De Surinaamse regering treft voorbereidingen om 2100 ampullen interferon alpha uit Cuba binnen te halen. Hiertoe is er reeds een order geplaatst. Het voorgaande kwam op maandag 23 maart naar voren tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team. Het managementteam verschafte ook op dinsdag 24 maart informatie ten behoeve van de samenleving aan de media. Het gaat vooral om de aanpak van het geheel, zoals de repatriëring van ingezetenen en uitvoering van quarantaine. Gisteren is een zesde persoon positief getest op COVID-19. Zoals jullie gemerkt hebben, is dat meteen op de COVID-19 website geplaatst. Deze patiënt was in nauw contact geweest met de eerste patiënt die positief getest was op COVID-19. Deze zesde patiënt was in quarantaine geplaatst alvorens zij symptomen vertoonde. Hierdoor is er zicht op het aantal contactpersonen van patiënt nummer 6 en kan verdere verspreiding makkelijk worden ingedamd. Verder moet ik u het goede nieuws geven. 2 positief geteste COVID-19 patiënten die in de IC te RKZ waren, worden binnenkort ontslagen uit de IC. Ze zullen op de klinische afdeling die speciaal gecreëerd is voor COVID-19 patiënten die herstellende zijn, worden opgenomen. Na een korte observatietijd zullen die dan gezond verklaard worden. De overige 4 positief geteste patiënten zijn in stabiele toestand. Ook wil ik u aangeven dat een voice note over Chinezen rondging. Er werd hierin gesteld dat verdachte gevallen zich aan de Gompertstraat bevonden. De milieuinspecteurs van het BOG hebben dit samen met KPS gecontroleerd. Echter, dit bleek voor de zoveelste keer om fake news te gaan. Fake news kost ons tijd en is enerverend. Voor de zoveelste keer vraagt Volksgezondheid u om dit na te laten. De personen die gisteravond zijn afgereisd uit Aruba zitten momenteel in thuisquarantaine en worden gemonitord door gezondheidswerkers. Alle personen in quarantaine kunnen psychologische begeleiding krijgen. Ook worden vanuit het ministerie van Volksgezondheid maatschappelijke werkers ter beschikking gesteld. Zowel de Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen als de Vereniging van Sociaal-Maatschappelijke Werkers hebben toegezegd om een plan van aanpak op te stellen om de samenleving te ondersteunen met het mentale aspect dat de COVID-19 situatie met zich meebrengt. U ziet op de COVID-website dat er nu 7 positief geteste gevallen zijn. Het resultaat is net binnen. Het betreft de echtgenote
de echtgenoot van de eerste mevrouw die COVID positief was. Beste dames en heren, onze landgenoten, we leven vandaag dag 12, week 2 van onze COVID-19 crisis, als we het zo mogen noemen. Laat mij starten om u allemaal te complimenteren. Lijkt een beetje controversieel, maar het is ook op zijn plaats. U als media en als gemeenschap heeft redelijk goed meegewerkt. Anders zouden wij een explosieve situatie kunnen krijgen. Dus mijn complimenten aan het team, al onze burgers, de artsen, onze politie, onze leger die durf en moed hebben om te doen wat zij nu doen. Aan de media die toch poogt en tracht de juiste informatie te brengen. Al wordt dat gegeven, u heeft heel veel invloed op hoe mensen denken. En het laatste wat we willen hebben is paniek. We zeggen in deze tijd, kalmte zal ons redden. In die zin is het belangrijk dat we begrijpen dat in zo'n situatie wij zelf niet geïnfecteerd worden wilden. Elk individu poogt, streeft ernaar om niet zelf geïnfecteerd te worden. Daarvoor heeft u een 1,5 meter. Daarvoor bezoekt u geen 100 mensen of 100-tal mensen bijeenkomsten. Maar het tweede dat u moet doen, is zorgen ervoor dat anderen niet geïnfecteerd worden. Want anders bekijkt u het alleen vanuit uzelf. Als u niet geïnfecteerd wordt, doet u deze dingen niet. Maar soms kunt u denken, maar ja, ik kan toch proberen en toch gaan. Dan gaat de overheid maatregelen moeten nemen. Maar als u denkt aan die artsen en die politiemannen die door moeten werken. Als u moet denken aan die cruciale diensten die door moeten werken, dan doet u dat niet, toch? Als die mensen ziek worden door uw wangedrag, of uw negeren van de regels, hebben we straks niemand meer om ervoor zorg te dragen dat een zaak niet totaal uit de hand loopt. Dus u gaat niet buiten de regels van 1,5 meter of 100 mensen, zodat die artsen beschermd zijn, die politiemannen beschermd zijn, het leger beschermd is, die dagelijks het werk moeten doen, zodat dit zaakje contained, beheerst blijft. Dus in die zin doen we een oproep. Er zijn een heleboel zaken, dus ook fake news is niet correct, maar we zijn blij dat we tot nu toe het cijfer dat daar is, vergeleken met andere landen die zoveel weken, een tweede week al in crisis zijn, mag u vergelijken wereldwijd. Dus ik complimenteer Suriname met de job tot nu toe. Laat me de mensen allemaal daar in andere landen waar er geen link is, gelijk met een consulaat van ons, geruststellen. De lijsten die wij binnen hebben, dan weten we dus waar mensen zijn. India, China, Sint Lucia, Haiti en zo en noem maar op. Colombia, we weten dat jullie daar zijn. We zijn elke dag bezig om na te gaan hoe we dat kunnen doen. We hebben aangegeven, we gaan het gefaseerd doen. We zijn dus bezig nu met de low-risk gebieden. We zijn dus nu in het Caribisch gebied bezig. En gaandeweg gaan wij dus dan naar Europa en dan zo naar de andere plekken. Alle mensen dus die de ondersteuning nodig hebben, geef de informatie op bij het dichtstbijzijnde consulaat, mail het. Maar mail het ook naar de website van ons. Dan kunnen we elkaar op verschillende manieren bereiken. We krijgen ook informatie van mensen die in andere landen zijn, maar ze vinden ons wel via een Surinamer hier. En zo krijgen we dan de informatie om u dan op te nemen op de lijst van alle ingezetenen, alle stranamangs die terug moeten komen naar huis. Er is een vraag gesteld. Hoe staat het met de mensen in het binnenland? Ik zou willen, en ik probeer het echt hoor, mijn personeel is niet hier. Ik probeer altijd Saramakaans te praten, maar het lukt me niet. Ik wil op les om het zelf te kunnen doen.
Maar dit is wat ik ervan wil zeggen, of kan zeggen. De DEC, de districtscommissarissen, hebben vanaf dag 1 hierover gesproken. En wij met hun. Dat het goed is dat we de mensen bereiken daar waar ze zijn met alle informatie in zaken COVID. U heeft gelijk, Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo. Daarom hebben wij ook gezegd, zoals ik eerder heb aangegeven, dat wij nu personenverkeer gaan stoppen naar het binnenland. Het moet niet zo zijn dat mensen hun weg kunnen vinden naar het binnenland als zij bij wijze van spreken terugkomen uit het buitenland of als er nog toevallig mensen hier zijn en dat er daar mensen mogelijkerwijs in aanraking kunnen komen met COVID. De casino's behoren tot de toerismesector en daarmee ook tot de hardst getroffen sectoren tijdens deze COVID-situatie. Er zijn vanaf het begin gesprekken geweest met de casinohouders. We hebben de problemen aangehoord en alle casino's geven aan dat ze gaan moeten sluiten. Ze hebben dat zelf ook aangegeven. Het probleem op dit moment is dat wanneer de casino's sluiten, we een heel groot economisch probleem hebben. Vanwege het feit dat er ongeveer 3000 mensen werkzaam zijn in onze casino's. Er zijn verplichtingen van de casinohouders om de mensen uit te blijven betalen, al zijn ze gesloten. Maar ze gaan het niet lang kunnen volhouden vanwege de hoge maandelijkse vaste kosten die de casino's hebben. Een initiële assessment geeft aan dat ongeveer 30.000 mensen indirect getroffen zullen worden wanneer de casino's zullen sluiten. Denkt u aan de spin-off van de suppliers, van de toeleveranciers en bewakingsbedrijven, onder andere. We zullen een aantal dingen in place moeten hebben om ervoor te zorgen dat deze bedrijven na de lockdown nog overeind blijven en er een herstart mogelijk is van de casino's als dit alles achter de rug is. Dat gezegd hebbende, we zijn in een overgang tot een complete sluiting van de casino's gedurende de lockdown. Het is een moeilijke keuze om niet gelijk te sluiten, want natuurlijk het is het belangrijkste aspect, dat is de volksgezondheid. Maar daarnaast, als duizenden mensen geen inkomen hebben tijdens deze periode, hebben we een ander groter sociaal-economisch probleem, maatschappelijk probleem. We hebben helaas niet de luxe van die miljoenen die Amerika pompt in de casino's, vooral Las Vegas. We werken met de casinohouders aan een stimuluspakket. En u heeft ook een vraag gesteld over een stimuluspakket voor andere bedrijven, zodat ze de werknemers door kunnen blijven betalen. En het gaat erom dat we belastingverlichtende maatregelen voornamelijk gaan treffen. Dat zullen we moeten doen in samenspraak met het ministerie van Financiën. We vragen aan de casinohouders, eigenlijk de medewerkers van de casino's, om ook flexibel te blijven en hun medewerking te verlenen, want een ieder gaat moeten inleveren. We moeten begrijpen dat als de casino over de kop gaat, dan hebben ze daarna ook geen werk meer en ook geen inkomen. Dat willen we niet. En het gaat erom dat wij zo min mogelijk businesses over de kop willen hebben gedurende deze periode. En wij zullen er alles aan doen om te ondersteunen. Voor nu hebben we afgesproken dat de casino's alles in het werk stellen om de social distancing en verspreiding in de casino's tot een minimum te beperken. En we gaan de politie ook erbij moeten betrekken voor assistentie. In de ochtend van zaterdag 21 maart heeft het parlement de wetcontrole valutaverkeer en transactiekantoren aangenomen. Deze, kortweg genoemd valutawet, is intussen door president Desiree Bouterse bekrachtigd. Sinds de aanname is onder verschillende groepen in de samenleving beroering ontstaan. Amsad Abdul, initiatiefnemer van de wet, gaat in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. Nader hierop in. Deze wet is een heel belangrijke wet, omdat er toch nog een beetje ingrijpend is. We hebben de wet voorbereid omdat we een bepaalde gedachtegang hadden en omdat zich een bepaalde ontwikkeling voordeed in Suriname, in dit land. Ik kom van Sofia's Lust. Mm-hmm. Sofia is een volksbuur. Yeah. En ik weet wat de ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen weken. Ik weet hoe mensen pinaren. Ik weet hoe zij eigenlijk hosselen om te surviven.
Ik weet wat het voor hun betekent wanneer ze naar de winkel gaan en ze zien de prijzen zijn met 100%, met 120%, met 200% verhoogd zonder dat de reden daartoe waren. Ik weet ook dat het geen in enkel land zo kan zijn dat de wisselkoers binnen 1, 2 dagen gewoon kan stijgen van 8 naar 9, naar 10, naar 11, naar 12, naar 13, naar 14, naar 15, 16 en zelfs 17 SRD. Toch een verdubbeling in meer dan een verdubbeling, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is gewoonweg onkan. Je ziet hoe mensen misbruik hebben gemaakt van de situatie die was ontstaan. Zowel de mensen die enige invloed konden uitoefenen op de wisselkoers, als de mensen die goederen en diensten kochten en die aanleverden, als de mensen die winkels hebben van waaruit zij hun goederen en diensten verkochten, als zij die koop- en verkoopovereenkomsten hebben gesloten met mensen, met het volk waarbij zij in contanten moeten betalen. Dus er is behoorlijk wat gebruik gemaakt van de situatie en dat ten koste van het volk, want het volk heeft het galg moeten betalen. En toen we dat zagen, hebben we aangegeven van jongens, we gaan de situatie aanpakken. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben we een initiatiefwet ingediend. En wat we eigenlijk beogen met die bepaling is niet dat we de wisselkoers willen bepalen. Wij kunnen de wisselkoers niet bepalen. De wisselkoers wordt bepaald door de Centrale Bank van Suriname. Zij bepalen de wisselkoers op basis van de macro-economische indicatoren. Toch? Ja. Van dit is zo groot. En op basis daarvan wordt de wisselkoers bepaald. Wat wij hebben beoogd is het speculatiemotief eruit halen. Mm-hmm. Mensen zijn gaan speculeren. Mensen waren uit op winstbejag. Mm-hmm. Mensen zijn gaan wisselen om weer te gaan wisselen. Nee. Weet u, dus mensen hebben een situatie gecreëerd dat niet te volhouden was. En zeker niet door het volk. Mm-hmm. En mensen hebben het heel moeilijk gemaakt voor het volk. En dan moet je optreden. Je moet dan optreden. Je kan het niet zo laten. Ja. Toch? Je kan niet laten dat een kleine groepje kapitaalkrachtigen het leven moeilijk maken en ondraaglijk maken voor het volk. En dan zitten wij in het parlement als volksvertegenwoordigers en dan treden wij niet op. Ja. Ik kan dat niet toelaten. Ik vond het mijn plicht om op te treden samen met de anderen. Ik heb de ondersteuning gehad van mijn fractie. Ik heb de ondersteuning gehad van de regering en ik heb opgetreden, ja. Mm-hmm. Nu is eigenlijk die wet aangenomen en er zijn heel wat groeperingen in die samenleving opgestaan en uiteindelijk zelfs aan de president gevraagd om deze wet even aan te houden. Hoe kijkt u naar de kritiek, zo inhoudelijk vooral? Ja, heel nuchter hoor. Kijk, we zijn allemaal mensen. Mm-hmm. En het is heel vaak gekomen dat het parlement een bepaalde wet heeft goedgekeurd en daarna weer die wet heeft gewijzigd omdat er een bepaalde fout daarin was. Om met een voorbeeld te komen, de wetverdovende middelen. Mm-hmm. Daar in die wet hadden we gewoon, in de eerste wet hadden we gewoon een THC-gehalte opgenomen van 1,5%. Ja. Naderhand bleek dat verkeerd was. Het moest 0,3% zijn. We hebben dat gewoon gewijzigd naar 0,3%. Ja. Wanneer actoren belanghebbenden in de samenleving vinden dat hun belangen geschaad worden, mm-hmm. dat het niet gaat werken, dan moeten ze concreet aangeven waarom het niet gaat werken. Zeg ons als parlement van en de regering van dit gaat niet werken, mm-hmm. omdat artikel 1 niet werkt, artikel 2 werkt niet, of artikel 1 lid 1 werkt niet, of artikel 2 lid 3 werkt niet, of artikel 3 lid 2 werkt niet, ja. Dan weten we waarom de wet niet gaat werken of niet adequaat gaat werken. Dat is 1, dan ben je concreet bezig. Ja. 2, ze moeten me ook kunnen, tenminste het parlement, ook kunnen vertellen van welk belang er geschaad wordt. Wat is jouw belang mm-hmm. bij de wet die geschaad wordt? Toch? Was je een valutahandelaar en je was bezig de valuta te verkopen voor 17 SRD, maar nu kan je dat niet. En met die 17 SRD maakte je veel meer winst, toch? Maar nu mag je dat niet. Nu mag je hem gewoon opkopen tot 57 en je moet hem met een winstmarge, je blijft winst maken hoor, verkopen aan de centrale bank. Maar daar wordt een stukje belang van je geschaad. Hoe groot was die belang? Was dat belang in geld uitgedrukt? Om mijn money, ik ben een beetje extra. Wat is het belang van de banken die geschaad worden? Ja. Toch, zij zeiden toch altijd, we moeten naar Giraal gaan, zoveel mogelijk als Giraal gaan. Als deze manier niet correct is, zeg me welke manier wel correct is. En zeg me hoe groot je belang is dat geschaad wordt. Want een oppositielid, en ik kan het aangeven, u kunt naar de handelingen teruggaan van de vergadering van de VHP, fractie, heeft
in de vergadering, tijdens de vergadering aangegeven, VHP voorzitter, de banken bellen me om te zeggen van mijn absomen valuta wil je het tegen zo'n wisselkoers. Dat is de situatie. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat zijn bijna woorden van gelijke strekking. Ja. Bijna zijn woorden. Ja. Dat heeft hij geuit. Ja. Dus de bank moet me komen zeggen welk belang de bank heeft wanneer deze wet, welk belang van de banken geschaad wordt, of wat is dat ze aan nadelen hebben aan deze wet. En dat moeten ze uitwerken. Ze moeten me zeggen van, jullie hebben verboden om bijvoorbeeld die transactiekosten per US dollar stop te zetten. Mm-hmm. En ik leid daar zoveel schade, daar moeten jullie anders naar gaan kijken. Jullie hebben verboden, leg me uit wat uw probleem is. Op 15 maart 2020 was het precies een jaar geleden dat de printhouse Suriname in gebruik werd genomen. De printhouse houdt zich voornamelijk bezig met het uitprinten van e-ID's en paspoorten. Valerie Vinci, hoofd van deze faciliteit bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, blikt terug op het afgelopen jaar, waarin vanaf de introductie 183.000 identiteitskaarten zijn geproduceerd. Als ik mag starten, in het prille begin, zoals elk nieuw systeem, waren er heel veel kinderziektes. Intussen zijn 90% van de ziektes weggewerkt en we mogen nu aangeven dat we een vrij, ja, bijna feilloos systeem hebben. Nog enkele kleine dingen waar we aanpassen, dat heb je steeds. Dat de aanpassingen komen, je ziet dingen anders, je wil dingen beter. Dus, maar overigens, wat het systeem betreft, is dat helemaal prima. Het waren meer de procedures verbonden aan een nieuw systeem waarbij wij ons moesten gaan aanpassen. Maar intussen is dat helemaal. De job van Printhouse. Printhouse is de productieafdeling. Heel veel mensen linken ons nog en bellen ons nog voor de informatie. Is mijn ID-kaart af of al dat soort zaken. Maar wij zijn hier degene die de kaart produceren. Okay, als ik even een vergelijking mag maken. Het was hier centraal aan de meester Jagannath Lachmanstraat. Het was centraal. Iedereen moest hier naartoe komen. Nu is dat intussen verspreid over 18 BVB's, landelijk. En de productie hier op het hoofdkantoor was 175 tot 200 mensen die we per dag hielpen aan een ID-kaart. Weliswaar was het zo dat je het gelijk meekreeg, maar nu vanwege de veiligheidskleppen die zijn ingebouwd, kan dat niet. Men krijgt hun ID binnen 30 werkdagen. De productie toen en nu, als we een voorbeeld mogen nemen aan BVB Flora, op weekbasis hebben zij meer dan 1000 aanvragen die ze binnenkregen. En dat is dan van één bureau slechts. En dan moet u maal die 18 nemen. En vandaar dat onze productie nu ook 3 maal meer is dan wat het was met het oud systeem. Het ligt in de bedoeling om alle BVB's van het Centraal Bureau voor Burgerzaken te voorzien van een e-ID-boot. We zijn begonnen met 7, dat is intussen naar 18. Dus we doen het geleidelijk aan, maar ieder komt aan bod. Deze ID-kaart is gemaakt van een duurzamer materiaal. Daar beginnen we mee. De vorige was gewoon op PVC-materiaal, maar hier gebruiken we polycarbonaat. Veel duurzamer. We gebruiken laser-engraved materiaal erbij. En het heeft een elektronische gegevensdrager. Daarop gaat er heel veel biometrische gegevens die wordt opgeslagen. En zo'n kaart is bijna niet te vervalsen, zal ik zeggen. Alles kan vervalst worden. Wat gemaakt is, dat hebben we ook gelezen. Wat gemaakt is door een mens, kan ook weer nagemaakt worden. Maar voor nu is het wel heel veilig. Tot op dit moment helemaal niet, omdat we recent ook een geval hebben gehad waarbij iemand heeft geprobeerd om op zijn eigen broers gegevens een ID-kaart te maken. Daarna meldde de eigenlijke persoon zich aan. En bij confrontatie bleek dat het om zijn eigen broer ging. Hij heeft het zo willen laten, maar de biometrische gegevens die staan vast in het systeem. En daar kom je niet onderuit. Dus manipulatie is, ja,
Helemaal uitgesloten, zal ik zeggen. We zijn al on the right track. Want identity theft is iets dat niet kan met het systeem. Omdat als je eenmaal in het systeem voorkomt, zal niemand anders kunnen komen om op jouw gegevens een ID-kaart te maken. Dat bijvoorbeeld van de Chinees wat is aangehaald ook, want dat hebben we ook gehad. Dat voordat je dacht dat een Chinees een vervalste ID, de ID-kaart was niet vervalst. Hij heeft zich aangemeld met een valse identiteit, met authentieke stukken. Daar kunnen wij niet veel aan doen. Als iemand zich aanmeldt met een originele geboorteakte, origineel paspoort, hoe zou jij moeten weten dat die persoon dat niet is? Toch? Dus al dat soort zaken spelen. De ID-kaart is niet vervalst, de identiteit is vervalst. Het is meer intern dat er dingen nog bijgeschaafd moeten worden. Kleine dingen, als bijvoorbeeld hier binnen Printhouse, dat we met heel veel papierwerk komen te zitten. Dat willen we dus nu digitaal gaan opslaan, zodat je het weer kan trekken als het nodig mocht zijn bij een onderzoek of iets dergelijks. Maar niet wat de ID zelf betreft. Wat dat betreft is hij al helemaal feilloos. Alleen bij procedures daarna eigenlijk. Als je terugkomt, je hebt ID-kaarten geleverd. Je komt met heel wat papierwerk. We hebben dozen hier. U moet nagaan, we hebben nu al dichtbij de 200.000 ID-kaarten geproduceerd. En elke ID heeft zo'n batch summary op een papiertje. En dat moet worden opgeslagen. Dus we willen gaan naar digitaal. Met de huidige situatie wat betreft de corona, de COVID-19, daar hebben we voorzorgsmaatregelen getroffen om te desinfecteren natuurlijk. We hebben vanuit het ministerie allemaal hand sanitizers gehad. Ieder die binnenkomt moet zich dan daarmee reinigen, maar wij ontvangen niet als zodanig publiek. Dus de kans is dan hier minimaal, om het zo uit te drukken. Wat kunt u zelf doen om COVID-19 te voorkomen? Focus tracht middels het geven van tips en adviezen een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving rond het COVID-19 coronavirus. Wij willen vandaag benadrukken dat handhygiëne niet slechts het normaal handenwassen betreft, maar het wassen van de handen tot de ellebogen en ook de delen rond de nagels en tussen de vingers. Doe dit vooral nadat u contact heeft gehad met anderen of voorwerpen waaraan het virus zich kan hechten. Moet u spugen, doe dit dan net als hoesten en niezen in een wegwerpdoekje. Het is daarom handig een pak tissue bij de hand te hebben. Veeg of ontsmet uit voorzorg openbare zitplaatsen voordat u plaatsneemt. Hou daarbij vooral een afstand van 1,5 meter van anderen. Persoonlijk contact is immers afgeraden. Voor hetzelfde geldt geen samenscholing. Neem in deze daarom instructies van autoriteiten ter harte. Voorkomen is beter dan genezen. Voor iedereen geldt, blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten. Te weten, neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoestofverhoging tot 38 graden Celsius. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren, koorts meer dan 38 graden Celsius en moeite met ademhalen en als je medische hulp nodig hebt. Moet u een dringend geval of onregelmatigheden doorgeven? Bel het NCCR op 144. Bent u de afgelopen 14 dagen in het buitenland geweest en heeft u koorts en griepklachten of bent u in contact geweest met iemand bij wie het virus is bevestigd? Bel het BOG op 178 of sms WhatsApp op 883-6643. Ziet u onregelmatigheden qua prijsopdrijving of hamsteren? Bel of WhatsApp op 1940 of 8530915 of e-mail op consumentenzaken@minhi.gov.sr. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.